It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we potje Team Damage op Call of Duty Black Ops 3. We spelen op de map Fringe. En ik speel met de Side Specialist, oftewel gewoon de Reaper. Maar ik speel vandaag met de M8A7, omdat ik die natuurlijk heb geunlocked, omdat ik Prestige ben. En ik heb hem meegenomen met mijn Prestige token. Dus we gaan kijken wat we kunnen gaan doen natuurlijk. We spelen vandaag met de M8A1 met de Optic en Elo. High caliber en stom natuurlijk, dus we gaan nu gewoon kijken of we een chiller score mee kunnen gaan neerzetten. Ik speel met de UAV, Wraith en de Raps. Ik ben op dit moment eerst precies van 42 en we gaan even kijken wat we dus kunnen gaan doen. Ik heb de mooie Japanse camo op mijn M8 natuurlijk, omdat het er best wel sexy uitziet. Dan gaan we gewoon kijken of we een paar mensen door hun hoofd heen kunnen neerknallen met dit wapentje. Ik speel natuurlijk met de vaste perk, Sixth Sense. Wat heb je nog meer? Van de camper, holy shit. Tanks M8. Let's go. Zijn gelijk 3 kills alweer binnen. Zit hier één links van me. Oh, er zaten er wel wat meer. Ik had even mijn UAV, heb ik in ieder geval binnen. Daar gaat het natuurlijk om. We gaan kijken gewoon of we de Wraith ook kunnen halen. En misschien nog wel gewoon de Raps ook wel. Holy shit. Hier hadden we even geluk. Daar staat nog eentje en we gaan lekker, jongens. De M8A1 wou ik zeggen. Nee, M8A7 is echt een OP wapen in het spel, jongen. Holy shit. Niet normaal gewoon. Dus, als je hem kan unlocken, zou ik het zeker doen. Neem hem ook mee in je prestige. Daar heb je echt gewoon heel, heel veel aan. Vind ik dan. Ik weet niet of jij daarvan houdt. Misschien hou je helemaal niet van beurswapens. Maar dat kan. Ik heb weer een UAV binnen natuurlijk. Ik heb ook mijn site binnen. Dus laten we gewoon even equippen. Let's go, dat is kill nummer 1. Let's go, kill nummer 2. Ik heb je combinatie, even wachten. Kill nummer 3. Kill nummer 4. Zo, even wegwezen hier, teammate van de kant. Mooi zo, want we hebben bijna onze... hoe heet dat ding? Ik ga hem even wegdoen hoor. Onze Wraith. Let's go, daar willen we hem. Oh, ik ben dood van mijn raps. Maakt niet uit, we zaten op mijn mercilessje. Laten we de Wraith gewoon even lekker inkallen. Het is echt een relaxed ding dat. Het is gewoon de Stealth Chopper. Het is ongeveer de Stealth Chopper en de Escort Drone van Black Ops 2 gemixt. Want hij vliegt rondjes door de map en maakt het geluid van de Stealth Chopper. En daar hebben we gelijk een double kill, dus... Oeh, jammer, jammer, jammer. Zo doen we dat. De Wraith moet wel even wat killen, jongens. Ik weet dat deze map 9 van de 10 dingen binnen is. Dus je kan hier best wel makkelijk heiden voor me. Weet maar. Ik heb al 3 killetjes binnen. Seems goed. Oei, oei, oei. Dat is jammer. Dit is echt jammer dat ik daar zo net niet die double piece op kon pakken. Want dan had ik misschien nog even mijn UAV binnengehaald. Kon ik op die UAV weer een nieuwe Wraith halen. Maar ja, jammer is dat. Jammer, jammer. We gaan wel echt lekker, jongens. Ja, jij moet lekker AFK gaan staan. Daar heb je ook heel aan. Zitten er hier 2? Of 1? Ik weet niet. Voor mij is hij naar binnen gegaan. Ja, hij loopt daar, hij loopt daar. Oei, hij heeft een annihilator, maar die is nou dood. Dus hij heeft geen annihilator meer. Jammer voor jou. Ik heb weer mijn site binnen. Lekker teammate heeft hem al. We staan 26-4. Lekker potje dus. Lekker potje. Oeh. Ah, jammer. Ze kwamen van twee kanten. Dus ik kon even niet zien waar ze komen natuurlijk. Dus dat is jammer. We moeten gewoon door blijven spelen. Want we gaan echt helemaal dan ook echt heel lekker. Komt ook mede dankzij mijn M8A7 hoor. Dat ding is echt te OP. Zoals jullie ook even wat je met een wapen kan doen in Black Ops 3. Dus je moet gewoon eventjes nog gebruik maken van de dingetjes die heel veel te overpowered zijn natuurlijk. Voordat ze gepatcht worden. Hier moet ik dubbel keer. Ik pak even mijn handgun erbij, want ik weet dat ze hier zitten. Oké, ze zijn weg hier. Kan ik reloaden. Voor de mensen die het nog niet wisten, ik heb Elo erop staan. Dat is deze red dot site. Het is meer een orange dot site. Dat is ook super chill. Oh, lekker teammate, thanks.
Thanks voor de assist. Nog 6 kills gemaakt. Oh, daar staat AFK. UAV'tje erbij. Teammates heeft hem nog niet hierboven. Hij is alweer naar buiten gerend hoor. Nog 2 kills, boys. Kom op. We hebben het potje alweer gewonnen. Oké, het potje is afgelopen. 33,5 is onze uitgang natuurlijk. Super chill in Team Deathmatch. We hebben 6,6 KD. En ja, ik heb verder niet meer heel veel te zeggen. Vergeet natuurlijk niet even deze video een blauw duimpje mag achterlaten. Vergeet natuurlijk niet een video van morgen om 3 uur te checken. En ja, bedankt voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer, mensen. Later.